Er zijn drie soorten spechten. Ja. En we hebben dan een boomklever. In de winter kan de doortrek kleine mate van de bossnip. Er zit een beetje van alles in. Je mag feitelijk zeggen, het is een beeld like in de Amazone. Waar vind je dat nog? Hè? Dat stuk moet gekapt worden hier. Ja, dus dat is PPH Tenbriele. En hier komt de tweevaksbaan tot aan Steenbrugge. Dus langs het zuidervaartje, de Vaartekstraat, wordt fietspad en hier komt dus de tweevaksbaan, maar we kunnen in de sporen lopen. Positief van het verhaal, ja. Twee dingen. Ja. De wandelroute wordt uitgebreid. De KMO-zone is definitief beschermd op papier in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, ja. Aanvaard door de provincie. Ja. Maar in datzelfde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, dat nu ook gepubliceerd is, is dat hier industrieterrein gebleven. En dat is eigenlijk het cynische van het verhaal. Dus waar bussen gingen komen en waar heel de wereld in beweging is gekomen voor het Lappersfort te redden, na 5 jaar van cynische politiek zullen er geen bussen komen, maar kantoren en loodsen voor de Fabricomgroep. Er is nog geen kapvergunning, dus er is nog een heel klein lichtpuntje hoop. Het stadsbestuur van Brugge wil niet met ons praten, wij hebben een onderhoud gevraagd met het schip van ruimtelijke ordening. Dus die willen voorlopig niet met ons praten, maar bij deze Mercedes van Volstam, wij zouden graag met u komen spreken over de plannen dat u hebt voor het Lappersfortbos. Uiteraard hierachter moet alles gekapt worden, hè? Dus het is... Vroeger wist je dat wel, maar zag je dat niet, maar door die draad zie je nu heel goed wat de kap moet gebeuren. Hè. Dat is een illegaal boselfje. Aha. Zonnevreemd. De Lappersfort is dan huisje, de villa, opgeknapt, het dak hersteld. Maar dus bij de ontruiming en de bulldozer speciaal de muren ingeduwd voordat het later niet meer zou kunnen gebruikt worden. Overal is het glas uitgeslagen uit. Op persoonlijke bezittingen van de Lappersfort, dus dat lag overal rond. Dus wij hadden echt het gevoel, de Gestapo van Brugge is hier geweest. We moeten de politie aan de ene zijde dankbaar zijn. Hè? De rugbaarheid van de triestige ontruiming is ingeslagen bij de mensen als een bom. Ja. En als je van Lappersfortbos klapt, zeggen de mensen allemaal, ja, we hebben dat gezien op de televisie met die politie. Ja. En ja, ze komen er niet goed uit. Dat, ja. Dat ze niet moeten opgeven dat ze achter hun staan. En er zijn dan ook mensen die spontaan zeggen en zelfs opschrijven, als er gekapt wordt, komen wij betogen. Ja. Dus het zit heel goed. En als de overheid kapt in symbolische plekken, kapt ze eigenlijk in de ziel van haar burgers en haar burgeressen. Is dat eigenlijk de boom in, hè? Mensen en milieu, natuur en bosbeweging. We gotta take the power back. Break it down.